Jan Smit, u bent vandaag in Brussel. Ja. Met een speciale reden natuurlijk. Nou, ik dacht, u bent er ook. Dan kom ik ook. Nee, we zijn hier voor de opnames van de Vlaamse 10. Ik heb een nieuwe single uitgebracht. Zie wel hoe ik thuis kom. En daarmee ben ik te zien vanavond in de show. Ik hoorde net dat er veel concerten op plan staan. Ja, ik begin aanstaande vrijdag met mijn concerttour in Nederland. De Leef Je Uit Tour. Met als klapper 4 december de Lotto Arena in Antwerpen. Voor alle Vlaamse fans die willen komen kijken. Hoeveel mensen komen daarop af, denk je zo? Naar alle waarschijnlijkheid, want het is al voor 95% uitverkocht, zitten er straks gewoon zo'n 5.000-6.000 mensen. Dus. Wat zijn nog de toekomstplannen naar dit hier? Dat is een single. Nou, ik hoop dat ik nog een aantal singles mag uitbrengen. En dat we dan ook een Belgische tour kunnen doen. Zijn er al plannen in die richting? Nee. We wachten eerst allemaal even rustig af hoe de reacties zijn en hoe het gaat in het vervolg. Maar het Sportpaleis zou natuurlijk wel een mooie bekroning zijn. Een groot verschil tussen dit publiek hier en bij jullie in Nederland? Voor jou? Ik zeg altijd maar dat de mensen in Vlaanderen zijn veel rustiger. In die zin dat als je voorbij loopt of mensen zien je, dat ze je netjes aanspreken. Mag ik met je op de foto? Mag ik dit, mag ik dat? In Nederland is het veel meer vanzelfsprekend. Van, hey, dan pakken ze je beet en dan moet je op de foto. Televisie nu hier, een ervaring hier toch een beetje voor jou vanavond? Nou, ik heb wel in de afgelopen 13 jaar een stuk of 200 van dit soort tv'tjes gedaan. Ook in België? Ik heb er zo'n 50 in België gedaan. Vroeger al de 10 om te zien en de muziekdoos en noem ze maar op. Het is niet heel spannend, maar het blijft natuurlijk wel altijd leuk omdat je met een nieuwe single komt. Sta je liever de kant van de presentator of de kant van de zanger? Nee hoor, ik maak het allerliefst gewoon muziek. Is er ook werk als presentator? Ja, in Nederland presenteer ik het Tros Muziekfeest. Al 4 jaar achter elkaar. Ik heb een hypnoseshow gedaan afgelopen seizoen. Ik weet wat je deed. En voor de rest wat er allemaal nog op mijn pad komt. Ik sta overal voor open. Kurt Frederiks, jouw goed maatje? Kurt is mijn beste Belgische vriend. Je hebt het leren kennen. Hoe? Kurt die deed heel veel promotie natuurlijk voor andere artiesten ook. En in de loop der jaren heb ik hem toen een paar keer mogen ontmoeten. En hij is overenthousiast. Extreem gezellig. Altijd positief, hè? Altijd positief, gefocust op zijn vak. En dat is precies wat wij nodig hebben. Blijf je vandaag in België of ga je terug? Nee, ik rijd zometeen straks weer terug. Dan ben ik voor middernacht nog thuis. Morgen ga ik weer naar Arnhem. Daar begint de repetitie van mijn tour. Druk leven? Soms wel, soms niet. Wens je nog veel geluk. Dank u wel.